Hallo YouTubers! Ja, je kent het vast al. Eindelijk een hele nieuwe keuken. Allemaal mooie, schone werkbladen. Alles overal over nagedacht. En dan puntje bij paaltje, dan raakt toch zo'n blad weer helemaal vol met allerlei potjes en dingetjes. En dat ik denk, ja, wat wil je daar nou mee? Waar we eigenlijk geen planken aan de muur hebben of kastjes aan de muur hebben, want dat geeft een beetje schaduweffect in de kamer. Dus dacht ik, ik heb zo'n IKEA-plank. Zo'n dikke, met zo'n ophangsysteem erin. En die ga ik ophangen. Ziet er niet uit. Weet je, veel te dik, veel te breed. Ik moet hooguit zo'n pot met onderbroekjes, die moet erop passen. Dus het is veel te breed. Ga eens kijken of ik hem meer gekort krijg. Kijken of het lukt. Ben benieuwd. Kleedje eronder voor dat het niet beschadigt. Lijmklemmen. Deze zijn te lang uiteraard. Maar die gaan we inkorten met een ijzerzaag of met een slijptolletje. En ik ga hem toch weer proberen te gebruiken, de Japanse trekzaag. Ik ben bang dat als ik dit op een andere manier ga doen, grover, dat het gaat splinteren of wat dan ook. Dus we gaan het beleven. Te glad, iets anders pakken. Met een Stanley mes inkeping maken en dan ook de lijn trekken met een Stanley mes zorgt ervoor dat hij alvast dat hij wat minder gaat splinteren. Thank you.
helemaal van honingraad. En hebben ze hier hebben ze een blokje in gelijmd. Waar dit. Kijk zo. Hoppa. Steek er gewoon doorheen. Dus ja. Nou is het alleen aan deze kant is die verdiept. Hier zit een verdieping in. Waar dan deze beugel in past. Dus ja, we moeten even kijken hoe we dat. Of we dat weer voor elkaar krijgen. Geen idee. Gaan we proberen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is gewoon karton. Dus ja, ik heb het gewoon omvouwen. En hier zit dan een houtblokje. Dat moeten we dan een beetje uithakken. Ga ik proberen om het voorzichtig te doen. Je moet natuurlijk opletten dat hij hier niet, dat hij dat niet beschadigt. Aan deze kant en aan deze kant. En dan past dat er gewoon in. Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Ik ga deze even een stukje inkorten, 6 centimeter inkorten. Gaat er goed uitzien. Blijkbaar als je dus de plank te lang laat staan en in het zonnetje legt, dan plakt die laag helemaal vast. Dus je krijgt er met geen mogelijkheid van af. Dus ik ben nu met een mes bezig. Voorzichtig een beetje afkrabben. En dat wordt gewoon een nieuwe plank halen. Want het ziet er echt niet meer uit. Ik weet niet of je het kan zien. Maar overal krassen en dingen in en deutsen. Dus voor de komende tijd, want ik ga voorlopig nog niet naar de IKEA, blijft hij eventjes zo en dan knappen we hem wel een beetje op met een schuurpapiertje. Hapjes eruit gehaald.
Ja, we hebben net het plastic kregen we er niet af. Het was echt geen mogelijkheid eraf te krijgen. Dus ja, er zitten her en der wat krassen op. We gaan gewoon een nieuwe plank halen en gaan we het gewoon nog een keertje doen. Nou, en bij deze kunnen we dan eindelijk het blad een beetje vrij krijgen. Ik zou zeggen, like, abonneer en tot de volgende keer.